in zijn huis. Of in jullie dit huis. Omdat ik toen heel weinig werk had. En gewoon en toen ging ik gewoon weer normaal werk. En toen deed ik alleen nog maar op nu en nu nog steeds als ik zelf weg ben. Dus dat ik niet zeg maar, mijn eigen huis uit moet om die andere in te laten. En dat was best wel stressvol. Het was toen wel een wedding, maar dat doe ik niet meer. Huren om in onze kosten, om kosten te kunnen voorzien. Hè. We zijn wel zelfstandig, dus ik heb geld nodig om mijn eigen rekeningen te kunnen betalen. Als het niet nodig zou zijn, dan zou ik het doen. Ja, maar dan zouden we weer naar ruilen, wat we natuurlijk ook wel eens vaker gedaan hebben en nog wat doen. Dan ga je weer home exchange, dan ga je ook op toffe plekken. En dan...